Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van dinsdag 24 maart. Lokale burgemeester Herbert Raad die gaat snel een stevig gesprek voeren met de GGZ, de huisartsen en andere zorginstellingen die ervoor moeten zorgen dat zij beter informatie delen over demente ouderen die een gevaar zijn voor zichzelf en de omgeving. Dit naar aanleiding van het rapport dat vandaag uitkwam over de situatie rond de vrouw die op 5 januari om het leven kwam bij een uitslaande brand in de Loggerflats. Wij vroegen de lokale burgemeester wat de belangrijkste conclusies van het rapport zijn. Nou, de belangrijkste conclusie is dat alle partijen hebben allemaal hun werk gedaan, maar niemand heeft over zijn eigen tuintje heen gekeken of er niet wat meer nodig was. En er is geen integrale veiligheidscheck gedaan. Welke organisaties waren er betrokken bij de zorg voor deze mevrouw? Nou, bijna alle zorginstellingen die je maar kan verzinnen, de GGZ, huisartsen, allerlei andere instanties. Dus eigenlijk hulpverlening genoeg. En wat de onderzoekers constateren, dat iedereen zijn eigen ding doet. Dus niemand kijkt van, oké, ik heb wel mijn ding gedaan, maar moet er niet wat extra's gebeuren? En dat is eigenlijk wel, dat is het teleurstellende wat uit het rapport komt. Ja. Dus deze mevrouw had al eerder uit huis geplaatst moeten worden? Nou ja, kijk, achteraf gezien kan ik hier natuurlijk zeggen ja, en dat is zo. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar als je gewoon alles bij elkaar kijkt, ja, dan hadden we graag, dan had deze mevrouw, daar ging het gewoon niet goed mee. Die had er eigenlijk uitgemoeten, ja. Hoe gaan we dit nou aanpakken, zodat we dit niet weer meemaken? Nou, ik denk vanuit twee kanten. In eerste instantie gaat het natuurlijk om dat we elkaar gaan aanspreken. Van de week ga ik ook praten met de GGZ, ook met andere instellingen, met huisartsen. Van hoe zorgen we ervoor dat we die cultuur van iedereen doet zijn dingetje en niemand kijkt daar even overheen, dat we dat doorbreken met elkaar. Dat is gewoon een cultuur iets. Aan de andere kant zijn wij als gemeente natuurlijk verantwoordelijk voor die zorgen geworden. En wat ik daar nou een voordeel bij vind, is dat wij natuurlijk ook die contracten gaan afsluiten. En aankomende jaren zal bij ons in die contracten samenwerking, het delen van informatie. Ja, dat zal wel echt punt nummer 1 worden hier. Want niet omdat wij dat zo leuk vinden, maar omdat het zo belangrijk is om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die echt nodig is. En zeker in gevallen waar het precair wordt. Zou er niet een meldpunt bij de gemeente kunnen komen waar instellingen verplicht moeten melden dat iemand onder behandeling is? Nou, we hebben nou van die sociale teams. We hebben, als je kijkt hier in Amstelveen, bijvoorbeeld 1800 mensen zijn ongeveer hebben last van dementie. Maar je hebt maar een aantal gevallen, dus, en dat heet risicogestuurd werken, waar je ziet waar mensen heel snel aftakelen, waar het een gevaar wordt. Dus je moet oppassen dat je niet voor 1800 mensen allerlei dingen uit de kast gaat trekken. Kijk nou waar de risico's zitten. En dat kan die overheid altijd heel slecht. Dat je echt kijkt van bij 2, 3, 4%, daar moeten we wat extra's doen. Want dat kun je ook waarmaken en daar moet je ook zijn. U kunt het onafhankelijke onderzoeksrapport lezen op de website van de gemeente Amstelveen. Amstelveen Culinair 2015 gaat niet door. Dit heeft vooral te maken met financiën en organisatorische redenen. Het terugtrekken van de serviceclub Lions Amstelveen uit de stichting en organisatie heeft ervoor gezorgd dat er verlies is van veel vrijwilligers en know-how. Daarbij werd in goed overleg ook nog eens de samenwerking met Stadspleinfestival beëindigd. Dit zorgde ervoor dat Culinair verplaatst zou moeten worden naar eind juni. En op dat ogenblik zijn er al 3 culinaire festivals in de regio. De organisatie gaat zich nu richten op 2016. Waarschijnlijk zal in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht een bestuurscoalitie komen van VVD, Partij van de Arbeid en Water Natuurlijk. Bij de waterschapsverkiezingen van vorige week wonnen VVD en PvdA bij de 2 zetels en kwamen op 5. Water Natuurlijk verloor 1 zetel en kwam op 4. De 2 laatste partijen willen in Amstelveen vooral de waterkwaliteit verbeteren. Wat vindt u van de uitkomst van de waterschapsverkiezingen? Ja, een beetje dubbel gevoel. Ik ben heel blij omdat ik zelf verkozen ben. En mijn partij Water Natuurlijk heeft het ook op zich heel goed gedaan. We zijn de enige waterschapspartij die nog steeds in het bestuur zit. Want voor de rest zijn het alleen maar landelijke partijen. Maar we hebben ook een zeteltje verloren en dat stemt altijd een beetje droef. Er zijn 2 redenen waarop ik zeg van het is veel beter gegaan dan 6 jaar geleden. De eerste is dat de opkomst is verdubbeld, wat ik gewoon democratisch heel fijn vind, heel goed. En de tweede is dat wij als Partij van de Arbeid hebben gewonnen.
2 zetels erbij. Dat is best veel. Hoe is het mogelijk? Ja, ik denk een goede campagne gevoerd, hè? Dat denk ik. En nu komen de coalitiebesprekingen. Hoe denkt u dat dat gaat lopen? Nou, net als bij gemeenteraadsverkiezingen of Tweede Kamerverkiezingen neemt in principe de grootste partij het initiatief. Dus dat is in dit geval de VVD. Vanavond is de eerste bijeenkomst voor coalitieonderhandelingen. Wij gaan voor weer een plek in het bestuur, zodat wij een zo groen en duurzaam mogelijk beleid door kunnen blijven zetten. Nou, ik denk dat in ieder geval de VVD en de PvdA erin zullen zitten. En wij zullen kijken naar een zo breed mogelijke coalitie, want dat past bij een waterschap, maar wel met een duidelijk programma. En gaat water natuurlijk daarbij betrokken worden, denkt u? Ja, dat denk ik wel, ja. Wat is het belangrijkste wat de waterschap de komende periode moet aanpakken? Nou, als het om Amstelveen gaat, gaat het echt over de verbetering van de stedelijke waterkwaliteit in Amstelveen. Er zijn nog te veel sloten met kroos en stankoverlast. Daar moeten we echt iets aan doen. En voor water natuurlijk geldt heel erg nadrukkelijk. Wij willen een veel natuurlijker beleid door kunnen zetten. Wat mooi is voor mensen, omdat je dan veel meer hebt om van te genieten en te kunnen recreëren. Maar ook goed is voor planten, dieren en het milieu. Wat voor Amstelveen heel belangrijk is, is dat de kwaliteit van de Amstelveense stadswateren, dat die echt helemaal goed wordt. Daar was het mooie plan voor bedacht van de watertuin. Dat is door het oude DB een halfjaartje terug afgeschoten. Tot onze grote spijt en ontevredenheid. Maar we kijken of het in een andere vorm toch weer opgepakt kan worden. En dat we met steun van een nieuwe coalitie daar toch mee verder kunnen. Mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer in Amsterdam-Meerlanden geven busmaatschappij Connection het rapportcijfer 7,7. Daarmee scoort het busbedrijf hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,5. Dit blijkt uit de OV-klantenbarometer 2014. Hiervoor zijn zo'n 90.000 reizigers in heel Nederland ondervraagd. Reizigers in Amsterdam-Meerlanden hebben met name de verbetering van netheid in de bussen, de rijstijl en de vriendelijkheid van chauffeurs hoger gewaardeerd dan in 2013. Burgers kunnen tegenwoordig de gemeente uitdagen. Wij kunnen dit beter en goedkoper. Deze zogenoemde Right to Challenge wordt momenteel uitgewerkt en dat is een hele klus. De burgers willen namelijk graag veel dingen zelf doen, maar de gemeente moet daar wel mee leren omgaan. Het is ook heel lastig voor de gemeente om dat soort dingen los te laten. Maar dat was nou precies het idee van die hele decentralisatie. Niet alleen komt het naar de gemeente, maar we gaan het ook anders doen, want de burger is aan zet. Zowel het college, het bestuur, als ook het ambtenarenapparaat. Wij moeten met z'n allen ons daar bewust van zijn dat dit recht er is voor burgers. Dus dat we dat niet zomaar kunnen laten liggen, maar dat we daar regels voor moeten opstellen. Dus dat vereist wel een hele andere manier van denken. Dat vereist inderdaad die vernieuwing, die transformatie. Maar daar moeten we wel met z'n allen mee bezig zijn. Daar moeten we plannen voor maken. Kijken hoe we dat kunnen bewerkstelligen. Het betekent dat én het ambtelijk apparaat naar de bevolking toe moet gaan. Het betekent dat de bevolking naar het ambtelijk apparaat toe moet gaan. Het betekent dat het college en dat de raadsleden dat volledig moeten ondersteunen. En samen gaan we eraan werken en samen moet dat tot iets leiden. Vanwege bezuinigingen heeft de gemeente het onderhoud van het pierenbadje in Bovenkerk afgestoten. De bedoeling was het badje te sluiten, maar de bewoners gingen niet akkoord en namen het beheer van het badje over van de gemeente. De vrijwilligers die wij voor het badje inzetten, dat zijn vaak de ouders van kinderen die hier spelen. Maar het zijn ook mensen die hier in de buurt wonen, mensen die gepensioneerd zijn. En dan gaat het badje dus, wordt het door hen gereinigd om 10 uur, om en nabij. En dan gaat hij open en 's avonds om 6 uur sluiten ze het weer af. Bewoners van Elsrijk willen het oude openluchttheater in de vroegere glorie herstellen. Dit gaat in goede samenwerking met de gemeente die materiaal beschikbaar stelt. Dat initiatief is feitelijk gekomen van Suzanne Jansen die verleden jaar een kindervoorstelling heeft georganiseerd. En die heeft de eerste stap gezet. En vervolgens hebben wij, dat Stadsdorp Elsrijk, dat is een bewonersinitiatief hier in de buurt, contact met haar gelegd. En ik heb Tom Beldrop van de gemeente benaderd van welke stappen wij zouden moeten nemen
om hier dit theatertje weer terug te brengen. We hebben overigens prima samenwerking met de gemeente en de ambtenaren van de gemeente, waardoor we heel goed worden ondersteund. We willen een kleinschalig theater hebben wat voor de buurt is. Donderdag 26 maart is er over dit onderwerp een informatieavond in de buurtkamer aan de Lindenlaan in het Keizer Karenpark. De website Het Amsterdams Voetbal meldt dat trainer Mark Kranendonk en Amstelveen Heemraad per direct uit elkaar gaan. Kranendonk leidde de Amstelveeners vorig jaar naar het kampioenschap in de derde klasse. De ploeg heeft duidelijk moeite met het niveau van de tweede klasse. De ploeg moet de komende 6 wedstrijden alle zeilen bijzetten om niet te degraderen. De taken van Kranendonk worden overgenomen door Rajin de Haan, die al eerder was aangesteld als trainer voor het volgend seizoen. In Aalsmeer is afgelopen weekend de 22e Flower Cup gehouden. Dit is een kwalificatiewedstrijd voor de Europese Spelen in Baku van dit jaar. Met vertegenwoordiging uit vele landen was het toernooi een zeer geslaagd en ook een belangrijk evenement. Nederland was uiteraard ook vertegenwoordigd. Wat is de Flower Cup? Het is een internationaal trampoline toernooi en dat wordt elke 2 jaar georganiseerd. Nou, de resultaten dat er 300 deelnemers hebben meegedaan uit 18 verschillende landen. Kan iedereen zich aanmelden of hoe werkt dat? Ja, iedereen kan zich aanmelden. Zowel verenigingen die aangesloten zijn bij hun nationale bonden kunnen deelnemen. Maar we hebben hier ook vaak een aantal nationale teams. Nou, we hadden 1 dame, die was 2e. Bij de dames klasse 1, dat is dus de hoogste klasse die er is. En dame Bobet uit Alkmaar vandaan. En we hadden dus Kirsten Boersma uit 's-Hertogenbosch. Die stond na de vorige wedstrijd 2e, maar is tijdens het inspringen van de finale wat heel licht geblesseerd. En durfde dat niet te forceren. Heeft dus geen finale gesprongen, waardoor zij een hoge klassering is misgelopen. Het moeilijke is gewoon echt de balans. Gewoon om goed in het midden van de trampoline elke keer weer van die 8-9 meter hoogte weer terug te komen op het midden van de trampoline. Dus het is puur lichaamsbeheersing, spierbeheersing. Ja, natuurlijk is het niveau enorm gestegen. Het materiaal waar we op gesprongen worden, de trampolines, zijn natuurlijk sterk verbeterd. Hoe ziet u het trampolinespring in Nederland in de toekomst? Klein beetje zorgwekkend. En wat de topsport betreft, de breedtesport ben ik helemaal niet bang voor. Het groeit. Er komen steeds nog meer verenigingen bij in Nederland. Het was eerst beperkt tot sommige gebieden en het flekt zich langzamerhand uit over heel Nederland. En dus de gelden moeten dus van de bonden komen en van de mensen zelf en van de verenigingen. En ja, ook op het gebied van sponsoring is het best wel lastig. Omdat ja, het komt natuurlijk niet altijd op televisie. Het komt bijna nooit op televisie, zeg maar. Alleen tijdens de Olympische Spelen dan wordt het uitgezonden. Dus ook qua sponsoring is het heel erg lastig om het op die manier te kunnen ondersteunen. En ik denk dat Nederland dan een beetje de slag verliest. De komst van de nieuwe basisschool School of Understanding gaat de gemeente €330.000 kosten. Als een nieuwe school namelijk voldoet aan de wettelijke voorwaarden, heeft de gemeente de plicht om zo'n school te huisvesten. Dit gaat gebeuren in een deel van het schoolgebouw aan de Pandora. De kosten gaan zitten in de eerste inrichting en het nodige onderhoud. Dit is noodzakelijk om een kwalitatief goed gebouw aan te kunnen bieden. En dan nu het weer. Vannacht wordt het zwaar bewolkt en er volgt een gebied met regen bij temperaturen rond de 4 graden. De wind draait naar het noorden en wordt matig. Ook woensdag regent het nog lange tijd. Pas later in de middag wordt het vanuit het zuiden droog. Het wordt 7 graden en de wind is matig. Dit was het RTVA nieuws van dinsdag 24 maart. Morgen zijn we er weer om 7 uur. Graag tot dan.